Goedemorgen, het is vrijdag en vandaag ga ik naar Londen. Ik heb net mijn haar gekruld, dus ik heb nog niet... het zit nu nog even als te strakke krul, maar dat gaat natuurlijk zo... ga ik dat lekker door de war halen, dus ik denk dat ziet eruit. Ja, naar Londen met een vriendinnetje naar een ander vriendinnetje wat daar woont. Super veel zin in, maar ik was de afgelopen 2 dagen ziek thuis. Ik was ook zo blij dat ik van het weekend al mijn koffers soort van had ingepakt, want dat was echt niet goed gekomen anders. Nou, zoals je hoort ben ik nog heel benauwd. Ik ben echt heel verkouden. Ik heb echt gisteravond heel erg getwijfeld of ik wel moest gaan. Dus ik had echt zoiets, als ik gewoon een goede nacht maak en ik sta redelijk oké op, dan ga ik. Maar als ik echt niet slaap en nou, het snot me om mijn oren vliegt, dan moet ik het gewoon niet doen. Want dat is gewoon voor hen niet leuk, want dan heb je gewoon niks aan mij. En voor mij niet leuk, want dan voel ik me de hele tijd... nou ja, bezwaard om ergens te zijn. Dus, maar goed, ik voel me redelijk. En ik ga het wel zien. En als het niet gaat, dan ga ik daar op de bank liggen. En dan is het maar zo. Ja, niet helemaal natuurlijk wat ik me erbij voor had gesteld. Maar ja, het is wat het is. Maar ik heb goede hoop dat we nu naar de betere kant van de verkoudheid gaan. En als het gewoon, weet je, als het gewoon een beetje verkouden is, geen probleem. Maar hoe ik erbij liep de afgelopen dagen was niet oké. Ja, dus ik ga lekker naar Londen. Ik heb mijn koffertje klaarstaan. Mama komt zo. Die past vandaag op Niels. En vanavond gaan Niels en Sven naar mijn schoonouders. En dan logeren ze daar dit weekend. En ik kom zondagavond weer terug. En dan zijn zij ook weer thuis. Dus ja, ik neem jullie mee dit weekend. Tenminste, dat wil zeggen als ik me goed voel en ik ook iets ga doen. Maar nou, zoals ik me nu voel, voel ik me in ieder geval 100 keer beter dan de afgelopen ochtenden. Dus ik heb hoop. Ik heb ook redelijk geslapen. Ik werd wel echt om 5 uur zo wakker met mega honger. Omdat ik gisteren echt geen eetlust had. Toen dacht ik, oké, nu moet ik iets eten, want dit gaat niet goed. En toen lag ik net weer te slapen. En toen werd Niels wakker. Nou, die heeft Sven op een gegeven moment ook alweer in slaap gekregen. Maar Niels voelt me ook niet helemaal lekker. Die heeft een beetje verhoging, denk ik. Maar goed, we gaan ervoor. Ik neem jullie mee. London, baby. Wij zijn op Schiphol met de koffers. En we hebben hier een hele mooie kaptafel. Ik ga het even vastleggen. Oh, fijn. Je mag erbij. Ja, je mag erbij. Kan je ook onherkenbaar in beeld brengen. Altijd. Met een bankje. Ja, ja. Dat is goed. Kijk, zelfs met een klein pick-up spiegeltje. Dus we zijn er klaar voor. Ja, lekker op tijd. Dat is ook belangrijk. Je ziet helemaal niks, want dit is bewolkt. Wij zijn in Londen, inmiddels in het huis van mijn vriendinnetje. Mijn haren omgekleed, jurkje aan en urenbellen in voor het eerst in heel lang. Een beetje te veel blush misschien, dat zal ik zo wegwerken. En we gaan nu ergens heen. Ik weet niet precies, iets met een garden, Sky Garden. Nou, daar gaan we heen en daarna uit eten. Dus hier is Henrik. En het ging echt allemaal heel soepel, gelukkig. Ook wel fijn. Ik was heel misselijk aan het eind van de vlucht. Dat was iets minder. Ik dacht, die arme man naast mij. Maar goed, het zal wel binnen blijven. Nou, de bussen vliegen hier onder horen. We lopen nu over de London Bridge. En we gaan nu daarboven in dat gebouw. Bij de Garden Bar, geloof ik het heet. Op de 44e verdieping of zo gaan we wat drinken. Dus, net pakt de zon even door, maar die is nu alweer weg. We zijn in Londen. En dit zijn mijn vriendinnetjes. Dit is dus, oh kijk, dit is dus de Sky Garden, toch? Ja. Wij zitten even een drankje te doen. Ik had cola en zij hebben koffie. Het is echt super mooi. Het is nu zonsondergang, ik zal dat laten zien. We zijn nog even foto's te nemen. We doen even onze beurt. We hebben ons plekje nog. Maar nu zie je dus, ja, je ziet het bijna niet, maar het is hele mooie zonsondergang. Dat zijn mijn vriendinnetjes. Maar het is dus ook helemaal met een binnentuin en zo. Dat is heel cool. Het loopt dus ook helemaal zo. Echt een aanrader. Curry chicken. Daar zijn we. En daar is een... zitten bij Chelsea. Dat je die ook terug ziet. Ja. Waarom voel ik me zo misselijk? Waarom moet ik overgeven? Oh nee, oh nee. Ik prins een heerlijk bedje voor opgemaakt. Ik ga heerlijk slapen. Ik zie je morgen. Goedemorgen allemaal. Het is alweer, het is helemaal geen morgen meer. Het is na 12 denk ik. We zijn in, even gaan shoppen. We zijn even in alle stores beland. We smeren nu ongeveer alle crèmes en poeders op die we kunnen vinden. Maar deze winkel is gewoon heel mooi. Ik ben heel blij van. We zijn in Liberty, helemaal in Valentijnssfeer. Oh, wel mooi hè? Ja. Echt zo'n vet pand. Het is wel een beetje regenachtig, maar dit is dus Liberty. Ik hoop dat ze taart hadden, maar dat hebben ze dus ook niet in de UK. Ik heb wel een mooi Bobby Brown brief. Dit is van jou echt leuk. Daar gaan we weer. Nou, we hebben echt Brits weer. We zijn nu in Carnac Street. De wijk waar ze allemaal vanaf Burgundy hebben. Maar met een kapsalon een heel eind. Ja. Al 2 jaar in een nieuwe rol. We zijn nu in het Tate Modern Museum, alleen ik kan echt niet meer lopen, dus ik zit nu. Het was super lief, want er was helemaal geen plek meer in de bar. Dus ik vroeg aan die man van het restaurant van, joh, zijn er nog ergens anders zitplekken? En ik liep mijn buik zitten en zei, oh nee, natuurlijk, kom hier. Dus dan mag ik in het restaurant zitten waar je eigenlijk alleen maar mag eten, maar ik heb hier gewoon alleen maar drinken. Dus nu ga ik even een boekje lezen en dan wacht ik op het boek. Hoezo? Van de Nederlandse en die snijden echt gewoon door midden. En van de design is grappig. Weer onder een lamp. Allemaal dingen voor katten. Ik zal gewoon even naar kijken. Leuke notenkraker. Oh, die vogeltjes erbij zitten. Ja, je wakker wordt dus denk ik een cd'tje van vogels. Ja. We lopen ergens, ik weet niet hoe dit heet. Er zit alleen niemand. Amy Housewine hebben ze hier. Mag ik verder niet, maar het is toch lekker. Ja. We gaan even een klein tussendoortje nemen. Ik mag alleen dit, maar daar ben ik gewoon heel blij mee. Hmm. 28. Nou. Ja, dat is spannend. Oh, toch een beetje op safe. Ik snap het wel hoor. Zonder steentjes is het wel een beetje zielig namelijk. Ja. Deze hebben we gewoon gevonden in de streets. Bij het prullenbak. Hoi. Hey, jongens, ik ben hier aan toe. Enjoy. Thank you. En ik heb alcoholvrij bier. Yes. 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 Leven uitgespeeld. Altijd camera ready. Zeker. Zo, wij hebben net nog even iets te boven gekeken. Ik ben echt gebroken. Ik hoop echt dat ik heel lekker kan slapen. Het is nu 23:59 en wij gaan lekker naar bed. We hebben lekker pizza gegeten, simpel, maar was fijn. En zoals je hoort ben ik weer volsnog, dat is wel heel lekker. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zondag en wij zijn wakker. Dat wil zeggen, vriendinnetje en ik zijn wakker, ander vriendinnetje slaapt nog. En we hebben al onze bedden opgeruimd en zo. Gelukkig een stuk beter geslapen dan gisteren. Ik heb vanmorgen om 8 uur al in mijn eentje ontbijt sessie 1 gehad. Want ik was natuurlijk om... Nou, ze waren pas om 8 uur wakker, maar dat was puur winst. Iets eerder geloof ik, maar toen ben ik even gaan ontbijten. En het is een klein ontbijtje om niet misselijk te worden. En nu is het inmiddels 10 uur. Dus ik ga even douchen en dan gaan we daarna gewoon ontbijten. En van Sven heb ik geen teken van leven meer gehad. Dus ik weet niet hoe die eraan toe is na carnaval. Dit is trouwens het huisje. Heel gezellig. Ik mag dus even mijn man hebben. Ik zal eens even kijken. Best wel veel te kopen trouwens. We zijn nu bij Buji, dat schijnt een soort van Japanse HEMA te zijn. Dus daar gaan we zo weer kijken. Ze hebben allemaal hele handige backup opruimsystemen en zo. Allemaal backup opruimdingen. Ik kan het nu niet echt meenemen, maar het is wel briljant. En pennen. Het is echt inderdaad een soort HEMA. Maar ze hebben ook kleertjes, gaan we kijken. Dit lijkt me fantastisch, maar ik weet niet wat het is. Er staat face lotion sheet. Het zijn allemaal kleine balletjes. Zo'n pilvormige dingetjes. En dit plaatje, maar er staat echt... Ja, zou dat dan... Er staan ook stappen, maar ja, dat kan ik echt een mis maken. Zou het dan zeg maar een masker zijn? Ik weet het niet. Ik wil het, maar ik weet het niet. Wij zitten in de trein, het is echt mega druk, maar we zijn onderweg terug. Het is echt pas net, niet eigenlijk, maar gelukkig heb ik een buik die ik mee kan nemen en waardoor ik kan zitten. Ja, wij zitten allebei nog. We hebben wel vertraging, een half uur zo. Maar we zijn onderweg. En toen zat ik ineens alleen met de bus en de trein, want... Ik zat tussen de deur vast met mijn koffer en mijn vriendinnetje stond nog buiten. Maar ze zei remmen, dus ik heb dat gedaan, maar zij was net te laat. Het was heel zullig, ongezellig afscheid van een heel gezellig weekend. Nou, ik zit echt pas even te eten. Het is nu bijna 9 uur. Ja, dat was leuk. Ik ben weer thuis en ik had op het station alvast mijn make-up eraf gehaald. En ik heb nu een beetje mijn spullen uitgepakt. Ga ik lekker slapen. Sven die heeft een kater. Oh, ga maar nou weer onscherp. Sven heeft een kater, dus die ligt al een beetje half te slapen. Ik zie jullie heel graag volgend weekend weer. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar ik neem jullie mee. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Het was echt... een superleuk weekend. Ik weet helemaal niet of ik veel heb vastgelegd eigenlijk. Maar ja, het was in ieder geval een super gezellig weekend. En ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doeg!